Wie of wat maakt jou heel blij? Ik had nooit in een vlieger gezeten en we zijn naar Kos geweest. Het was op mijn 75 jaar, ja. Ik heb die witte wolken gezien. Mijn oudste dochter had mij dat betaald en het was even als magiek. En ik was gelukkig. Welk moment van de dag vind je het fijnste? De zaterdag, dat vind ik het fijnste, want doordat mijn kleinzoon dan een hele week gewerkt heeft en dan kan ik boven bij hem gaan filmen nog uitzien. Ik zie graag filmen nog uit, maar niet van de zombies, hè. En zitten me gezellig en dan pakte mij van tijd een keer vast en zegt: oh mami, ik zie u graag. En hij zegt: je moet niet kwaad zijn dat ik je nog eens zeg. Ik zeg: nee, die. Ja, mami, zegt hij, zegt dat dan in het Frans: tu as la meilleure de mami. Wie is de belangrijkste persoon in je leven en waarom? Maar voor mij, ik heb meer als één persoon dat ik belangrijk vind. Ten eerste, dat zijn mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Hier, als ik hier kom, Janine, ze verdient een eigen plaats in mijn huis. Ze is alles voor mij. En een duimpje voor madame Janine. En ze weten al goed wat ik graag eet. Hè. Ik heb een goed duimpje gekregen dat ik terug mijn soep kan doen. Hier, als ik hier kom, zijn ik altijd gelukkig. Dat is, ik weet niet, dat is hier speciaal. Het is misschien omdat het een kerk is, het is misschien omdat we kunnen praten en andere gezichten te zien. Voilà.